Als TV-koningin ben je onaantastbaar, maar nu Linda de Mol snoeihard van haar sokkel is gevallen, moet ook zij dealen met al die snedige TV-deskundigen en meedogenloze critici. Zo kreeg ze gisteravond een behoorlijk gemene opmerking voor haar kiezen tijdens de live-uitzending van het goed bekeken RTL Boulevard. Linda ligt momenteel weer in de schappen als covergirl van haar eigen tijdschrift Linda, en ditmaal is het thema natuurisme. Daarom staat de presentatrice semi-naakt op de cover, in een fleurige campingstoel. De presentatrice ziet er prima uit op de foto, maar is de cover onbewerkt of is er toch een paar uur aan gefotoshopt? Eén ding is zeker: voor de fotograaf van dienst komt het thema erg dichtbij. Vorig jaar vertelde de fotograaf van deze cover me enthousiast over het huisje dat hij gekocht had op een Franse naturistencamping. Over hoe heerlijk het daar is, hoe je bent met de natuur als je je niet eerst aan hoeft te kleden, vertelt Linda in haar editorial. Linda is enthousiast geworden. Al realiseerde ik me ook meteen dat ik dat in dit leven met mijn bekende hoofd en sinds kort overal die nare Jew-spionnen die je met hun mobiele telefoons geen centimeter privacy meer gunnen, nooit, maar dan ook nooit zou durven. Maar in mijn volgende leven word ik vast geen BN'er en dan graag overtuigd natuurist. Bridget Maasland reageert in RTL Boulevard, die zag ik helemaal niet aankomen. Maar uh, Linda die wenst dat ze in een volgend leven niet bekend is om de naturist uit te hangen. Rob Goossens vraagt zich af of de tv-miljonaire wel beseft wat dat betekent. De tv-kenner gemeen, weet ze dat als je niet bekend bent dat er dan niet iemand is die ook je flapjes van je armen weg Photoshopt?